en leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video. En in deze video ga ik weer verstoppertje spelen, maar natuurlijk niet alleen. Ik ben samen met... Fenna! Yay! Het is echt super vaak aangevraagd om een video samen met Fenna te maken. En eindelijk nemen we samen een video op en we gaan verstoppertje spelen. Nou, jullie hebben vast wel wat verstoppertje video's op mijn kanaal gezien, maar ik zou toch nog even heel gauw de regels uitleggen. Je moet binnen het dorp blijven, dus ook echt binnen deze stadsmuren. Je hebt 30 seconden de tijd om je te verstoppen. Je mag niet in de winkels of in kappers. Als ik bijvoorbeeld Fenna heb gevonden binnen de tijd, dan krijg ik een punt. En als ik Fenna niet heb gevonden binnen de tijd, dan is het een punt voor Fenna. Yeah. Zo, dat waren even de regels. Nou, ik sta eigenlijk al klaar om te verstoppen. Ja, oké, okay, dan zal ik eventjes mijn poppetje met de rug ergens naartoe zetten. Ik ga wel anders tegen dit gebouw aanstaan. Ja, graag. Zo, want anders kan ik jou zien. Ja. Oh ja, en heb je alvast heel veel zin in deze video? Doe dan een... duimpje omhoog! Hey! Oké. Okay. Oh, we zijn echt YouTubers, hè? Ja, inderdaad. Net ook al. Ja. Oh jongens, we hadden net een video opgenomen. Mag ik al beginnen? Oh, wacht. Nee, oeps. Ja, ik sta nog bij de paarden, hoor. Oké, okay, ja, is goed. Maar, ja. Oké, okay, zullen we doen dat degene die moet gaan zoeken de tijd bijhoudt? Dus nou hou ik de tijd bij voor dat je mag verstoppen en de tijd bij dat ik mag zoeken. Ja. Yes! Oké, okay. Zal ik gaan aftellen? Ja. Het is wel spannend hoor. 30 seconden de tijd. Oké, 3, 2, 1, start! Oké. Okay. 30, 29, 8. Nou, niet aftellen, dat vind ik echt heel spannend. 10, 9, 8, hoe lang heb ik? 4 minuten. 20, ja, 20 seconden de tijd om je te verstoppen. 20? Ja! Zo kort nog! Oh, ik dacht 4! Nee! Dat heb ik om te zoeken. Leef je nog? De tijd, de geluid valt weg. 2, 1, 0, tijd is om! Hoe ver mag je nog verplaatsen als je niet? Helemaal niet. Oh, hoeveel rondes gaan we doen? 5 rondes. Oh, oké. Okay. Ja. Oké, okay, 4 minuten zoektijd voor mij gaan nu in. Oké. Okay. Je kan nooit ver weg zijn zo te horen. Oh, ik heb je ook niet zien wegrennen. Nee, 30 seconden eigenlijk, maar je was al 10 seconden lang aan het wegrennen. Oh. Ja, dat is echt heel kort. Maar dat is ook heel makkelijk om te zoeken. Want dan weet je dat je niet al te ver kan gaan. Omdat je anders gewoon... ja, weg was gerend. Ja, maar ja, je moet natuurlijk... ja, ja. Nee, ja. We zien wel. Ja, ik zie wel of ik je kan vinden. Dit is wel even anders. Ik had het zaterdag opgenomen met Judith. En dat was veel makkelijker vinden in dat dorp. Want hier kan je wel tussen de huisjes. Maar daar bleek dat je niet tussen de huisjes kon. Dus je zag elkaar best snel. Ja. Oh, maar dat is echt stom, want dan probeer je te verstoppen. Ja, en dan lukt het niet. En dan zit je of kan je niet tussen iets. En dan verlies je daar tijd door. Ja, want je raakt helemaal gestrest. En dan zit iemand anders achter. Oeh, ik hoorde wat. Je was warm. Ja. Oh, ja! Hey. Oh, ik had niks. Ja, zo merkte ik zo'n geluid, alleen dat iets zachter. Ja, anders had ik het niet gemerkt, dan was ik echt zo doorloop gerend. Ja, oh, dat had ik niet moeten doen. Nou. Punt voor mij, woe! Maar 4 minuten lang hoor. Ja, dus klopt. We hebben nu misschien 2 minuten gehad of zo. Ja, 2 minuten en 30 seconden. Maar ik had vorige keer wel elke keer iedereen gevonden, binnen 4 minuten. Ja. Okay. En had Judith jou ook steeds in 4 minuten gevonden? Ja. Ja, op een gegeven moment moest ik wel tips geven. Oké. Okay. Oh, ik klik elke keer op het verkeerde knopje. Oké, okay, ik ga hier tegen de deur staan. Ja, is goed. Zeg maar als ik mag. Oh ja, wacht, ik moet natuurlijk de heb jij het echt met een timer bij? Ja, echt met een timer. Oké, okay, dan doe ik dat ook. Yes. Oké. Okay. Ik ga aftellen en dan krijg je 30 seconden. Oké, okay, ik sta aan de startblokken. Oké, 3, 2, 1... Oh, ja, ik wacht al! Ja! Ik wacht op de go! Oh, sorry. Oh jee. Oh, ik heb de spelernamen niet eens uitgezet volgens 19, mij. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stil blijven staan. Ik sta helemaal stil. Goed zo, want dat vond ik net heel lastig. Ik dacht, ik kan nog wel verplaatsen, maar ja, dat mag dan echt niet. Nou, ik was net vergeten om de spelernamen uit te zetten. Daar kwam ik net achter. Wacht, en ik moet mijn timer ook even... Wacht, ik ben nog niet vertrokken. Nee, oké. Want dan zet ik nu mijn timer op 4 minuten. Oké, ja. Oh, dit is echt een domme verstopplek. Mijn poppetje deed een beweging waar ik niet zo blij mee was. Een dab of zo, of dansen. Nou, ja, dat was ook vervelend geweest, maar... Au, dat deed hij dan weer net niet. Nee, dat zou niet zijn. Word je herkend? Volgens mij wel. Of niet? Ik zal even kijken. Ik heb nog 3 minuten en 10 seconden. Oké. Nee. Word je... Ja, nee. Nee. Wat? Ik wil het zien. Ze heeft een vet groot paard. Ik heb erop naar hier gezet. Auw, mijn hart. Oh, dat is echt erg. Oh, ik ben wel blij met mijn verstopplek, denk ik. Ja, dat snap ik. Hoe lang... Hoorde je iets? Dit is zo leuk. Oh. Ik zie jou best goed daardoor. Ja. Het is wel een grappige. Ja, leuk hè. Daar stond dus een meisje bij. Ja. Oh, echt heel grappig. Ja, nou. Het werkt wel. Ik had je binnen 2 minuten gevonden. Oh, binnen de tijd. Oh, iemand roept, ze is toch online? Nee! Snel weg. Oh nee! Oh nee, ik val mensen! Nee! Ren weg! Invasie. Oh nee. Zijn we herkend? Ja! Ja! Oh, wacht. Jij gaat de tijd erbij houden, hè? Ja, oh, wat erg. Oh, er zijn er zoveel. Hoe wisten ze dat we hier zaten? Oh, dit is niet goed. Oh. Gaan we nog wel verder hier in Fear Grove? Anders pakken we een ander plekje. Ja, want... Ja, of we proberen te vertellen dat we verstoppertje aan het doen zijn. Dat ze niet mogen lastigvallen, maar ja. Dat gaat denk ik niet lukken. Oh, erg. Ze hebben gewoon een heel Amber Alert uitgezonden, volgens mij. Van, waar zijn dan de Fenda? En is gigantisch veel mensen in die trailer. Oh, precies. Oké, ik denk dat we een ander dorp moeten pakken. Ja, nou, maar het is wel goed. We hebben al hier 1 ronde gedaan. Ja, dat is waar. Ja, allebei een dingetje. Een plekje. Ja, precies. Dus, zullen we naar een andere dorp? Ja, dat vind ik heel goed. Wat erg, dat kan ik maar niet verwacht. Ik ook niet. Oh, jee. Oké, naar welke gaan we nu? Ik denk dat Veeldeel, maar die heeft niet echt stadsmuren. Veeldeel. Oh nee, ja. We kunnen ook dan Veeldeel doen, maar dan aan de kant van de stal. Ja. Van die huisjes, dus aan die kant van de brug, zeg maar. Ja, zo, kijk hoe druk het is. Het is echt erg. Oh, mensen zijn gewoon allemaal bezig geweest met zoeken over het hele spel. Ja. Hartstikke lief, maar het komt nu niet goed uit. Nee, inderdaad. Oké, ik ga naar Veeldeel. Ja, ik ook. Oh, dat moet er zo leuk uit hebben gezien. Ja. Dat het nu zo moet, maar ja. Ja, sorry jongens, er moet 1 keer. En verder vinden jullie altijd heel erg lief. Alleen nu komt het echt even net niet goed uit. Nee, inderdaad. Even kijken. Zo. Ja, het heeft niet echt stadsmuren. Maar we kunnen wel, zeg maar, dat je binnen de huisjeskring moet blijven of zo. Ja, maar ja, sowieso. Hoe ver kan je komen in 30 seconden? Toen je zei 4 minuten, toen dacht ik... Oh, ja. Want je, voordat we gingen opnemen, legde je de regels al even snel uit. Ik dacht dat je 4 minuten bedoelde dat je moet verstoppen. Nee, dus 30 seconden. Nou. Ja, die gaan heel snel. Waar ben je eigenlijk? Ik loop al naar de stallen. Oh, aan die kant. Ja, dat is goed. Ja, voor mij mag je... Oké, dan gaan we. 3, 2, 1, start! Oké, je mag je verstoppen. 30. Oh, zou ik aftellen of word je er zenuwachtig van? Doe maar. Oké. 10, 9, 8, nee. 1 april.
16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké. Ik heb het net gehaald. Oh, het is precies 30 seconden lopen. 4 minuten, oké. Hij staat aan. Oké. Nee, er is alweer iemand! Oh. Ik hoop niet dat ze mij gaan herkennen. Nee. Oh. Oh jee. Oh, ik heb echt het idee dat je nou vet goede verstopplek hebt die ik nooit van mijn leven kan vinden. Je had het net gered. Ik heb echt het idee dat ik mijn mond moet houden, want anders ga je me vinden. Oké. Okay. Ja, nee, ze heeft het gezet in de chat. Ze zijn in veel wil. Oh nee, echt? Ja. Oh, er komt nog iemand aan. Oh, we zaten ook nog echt op een rustige server. Oh ja, ik moet zoeken. Ja. Wacht, ben je dat brug overgegaan? Nee, ik ben niet over de brug. Oké, dat is fijn. Nee, ik ben wel bij de stallen gebleven. Oké, mensen lopen mij achterna. Dat is niet zo heel erg op zich. Oh, ik klik mijn beeldscherm weer weg. 30 seconden loopafstand. Het kan nooit ver weg zijn dan. Je houdt expres je mond. Ja, ik moet in de buurt zijn. Ik vind het echt zo spannend. Oh, maar ik kan zo'n creepy muziekje achterzetten. Dan. Ja, precies. Ja. Oh. Zweethandjes hoor. Oh. Ja, nee, ik wel hoor. Oh jee. Oh, nu zeggen allemaal mensen dat we in de Dino-vallei zijn, maar dat klopt helemaal niet. Fake news. Oh, ik heb nog 2 minuten. 2 minuten 20 seconden. De Dino-vallei is trouwens ook echt een goede. Ja, maar heb je dan ook... Ja, dan moet je wel weer kaders, zeg maar. Anders kan ik binnen de dorpsmuren blijven. Maar wat moet je dan zeggen? Ja, maar de dino-verlijst is natuurlijk wel heel groot, hè. Dus dan kan je gewoon een gedeelte pakken, denk ik. Ja, dat is waar. Gedeelte... Oh, dat je bijvoorbeeld bij die dino gaat verstoppen of zo. Oh, ik heb het idee dat ik meer aan het rondrennen ben in plaats van aan het zoeken. 30 seconden loopafstand. Ja, misschien kan ik je afleiden. Ja, dat was een mooie afleiding. Oh jee. Ja, nou werkt het natuurlijk niet meer. Nee. Benoemd. Ga ik een tip kopen, soort van? Dat het ten koste gaat van mijn punt? Ja, oké, ik doe het. Maar dan hou je maar een halve punt over. Ja, als ik jou nu ga vinden, dan haal ik een halve punt in plaats van een hele punt. Oh, maar ik weet niet wat voor tip ik moet geven. Oh jee. Ik ben verstopt tussen iets groens. Oh, ja, daar word ik blij van. Oh, er zijn hier nu zoveel mensen. Het is echt erg. Maar ik ben nog niet herkend, gelukkig. Nee, oh, ik dacht dat je hier stond, maar dat waren een paar stroopdingetjes. Zoe, wat ben je aan het doen? Ja, ik zoek Fenna. Ja, iedereen vraagt zich dat af. Jij loopt zonder paard rond. Ja, inderdaad. Ik had ook beter met paard kunnen gaan, denk ik. Wacht, volgens mij zag ik wat. Oh nee, ik heb nog 46 seconden. Er is hier zoveel groens. Ja. Oké, ga ik nog een hint inruilen? Maar dan hou je geen punt meer over, toch? Nee, dat is waar. Daar hou ik toch niks meer over. Maar ik ga je toch niet meer vinden binnen 30 seconden. Oké, tip. Ik weet niet of dit onder een glitch valt. Oh jee. Ik zie je wel steeds voorbij lopen. Zag ik jou dan net niet hier? Oh nee, het was een bloemetje. Oh, het moet ergens heel dichtbij zijn of zo. Hoeveel seconden heb je nog? 7! Oh nee. Sta je in de kont van Moos of zo? Nee, ook niet. Nee, de tijd is voorbij. Yes. We moeten het wel... Even eerlijk over mijn verstopplek hebben. Oké, waar zat je? Want het is... je moet even naar de brug lopen. Oh jee. Yeah. En dan rechts beneden kijken. Oh jee. Oh nee, volgens mij dacht ik nog serieus... Oh! Ja. Ik dacht oprecht nog die plek. Kijk, oh, jij bleef ook heel even staan. Ja, nee. Ik verdronk. Ja, maar wat het was, ik wilde daar boven staan. Ja.
ietsjes gewoon daar in het midden. Alleen toen viel ik naar beneden en toen bleef ik hier staan. Wat? Vet handige plek. Ja, maar dit is geen glitch toch? Want jij blijft hier ook gewoon staan. Ja. Oké, gelukkig. Ja. Want ik was bang dat ik aan het vastspelen was. Ja, ik had hier bijna gezocht. Oh. Ja, ik zag wel heel vaak voorbij lopen. Auw. Oké, we zijn hier nu ook weer herkend, maar gaan we het alsnog doen? Oké, wacht. Ik ga de timer klaarzetten. Ja. Dertig seconden. Ik laat het trouwens ook af en toe in beeld zien. Maar, okay. Oh ja, ik ook, ja. 3, 2, 1, go! Oké! Ik heb wel heel veel tijd nodig voor deze verstoppeling. Oh shit, deze verstoppeling kan helemaal niet! Oh nee, nu ben ik op de verkeerde kant op! 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en stop. Oké, ik ben verstopt. Oh, dit is wel een heel mooi perspectief zo. Oké, wacht. Ik zet het nu op 4 minuten. Oké. Maar hoe lang wordt deze video als we steeds... 5 potjes voor 4 minuten is 20 minuten en dan nog wat geklets. Oh, dat valt eigenlijk best mee. Ja. Dat dat langer zou worden. Ja, dat dacht ik dus ook. De 4 minuten gaan nu in. Oké. Ik zal het even laten zien. Extra bewijs dat we echt starten. Ja. Zal ik mijn oorspronkelijke verstopplek vertellen? Ja. Ik wilde in de kont van een paard. Hangen. In een paard? Ja, van mijn eigen paard. Maar dat kon niet. In je eigen paard? Ja, daar wilde ik staan, in zijn kont. Ja, maar je mag toch in voorwerpen staan? Oh ja. Oh ja, ja. Ja. Wel in plantjes. Oh, mijn muis werkt niet lekker mee. Oh, die van mij net ook al niet. Ik dacht echt, oh, hij gaat het niet meer doen tijdens de video. Dat was bij het kampioenschap al dat dit niet meer goed deed. Nu weer wel. Oh nee, ik hoop niet dat ik zo meteen langs je loop of zo. En dat je dat dan op mijn beeld echt nog jou zo ziet staan. Dat hoop ik wel. Nee. Nee. Oh, ik ga niks verklappen. Ik wilde wat verklappen, maar nee. Zag je me lopen? Ja. Zit je in de tent? In de tent kan dat? Nee, dat kan jammer genoeg niet. Oh, jammer. Dat was wel leuk geweest. Ja. Oh, ik wilde weer wat zeggen, maar dat ga ik niet doen. Oh, doe je dat nou om mij te plagen? Nee, dit was echt oprecht. Ik wijs naar mijn beeldscherm. Dan kunnen mensen zien wat ik bedoel. En ik ga het liplezend zeggen. Ik hoop dat mensen kunnen liplezen. Je ziet me gewoon lopen, of niet? Nee, dat niet. Oh. Dat eigenlijk is dat al een beetje een hint. Nou ja... Maar ja, je hoefde er geen antwoord op te geven. Nee, dat is waar. Ik gaf vrijwillig antwoord op je tip. Ja, op mijn vraag. Ja, op je vraag. Ik ga ondertussen wel even de global chat lezen. Dit duurt zo lang. Nou! Loop je nou gewoon achter mij aan? Oh, dat zou wel heel cool zijn geweest, maar ik mag niet verplaatsen. Oh nee, dit is Zori Starschovel die mij achtervolgt, die heel erg op jou lijkt. Maar die heeft trouwens een andere pony. Nog maar 50 seconden! Ah! Huh? Oké, ik denk dat ik de overwinning al ergens ruik. Oh, ik heb een snotneus. Ik ben iets opvallender gaan staan. Oh. Hè? Oh, geef nog eens... Wel, geef een echte tip. Links van de brug. Als je voor de brug staat, dan links. Oké. Ja, ik heb nog 25 seconden. Oké. Huh? Ja, dit wordt spannend. Ja, Dit wordt heel spannend. 13. Oh nee, niet 14. 10. Oh. 9. Ben ik nou zo... Zal ik je nog een tip geven? Ja, doe maar. Kijk, omhoog. Tudududu. Tudududu. Omhoog. Nee, niet mijn letterlijk timer is in de lucht. Afgegaan. Ja, ik heb verloren. Kijk, stop eens met lopen en kijk eens naar rechts. Een beetje schuin rechts naar achter. Wacht. Zie je mij staan? Ja. Oh,
Ik zwaai. Waar zit jij dan? In het bosje. Oeh. Ja. Oh. Oh, volgens mij zie je dat gewoon bij mij op film. Ja. Ja. Ik zag je echt voorbij lopen, volgens mij 2 keer. Oh. Oh. Zullen we naar een andere plek dan? Ik kan ook nog 1 keer hier, het is de laatste keer. Ja, maar dan hebben we wel 3 verschillende plekken. Dat is eigenlijk wel leuk. Ja, oké. Okay. Waar gaan we heen? Doen we de andere kant van Veeldeel? Ja, dat zou best kunnen. Ja. Oké, okay, doen we dat. Hoef ook niet zo ver te reizen. Ik ga heel even als auto. Oh ja, tuurlijk. Ja. Oh, waarschijnlijk. Ik weet niet wanneer mensen deze video kijken. Het kan best wel zijn dat ze dit in mei of juni pas kijken. Oh ja. Het is zo laat pas. Het was de 1 april grap, jongens. Auto's. Ik ben benieuwd hoe lang die blijft. Echt alleen vandaag? Of? Ja, ik hoop het niet, want ik vind het echt leuk. Ja. Mag voor mij wel langer blijven, omdat je als optie ook nog een paard kan rijden of zo. Even denken. Oh ja, dan moet ik jou zoeken, hè? Ja. Ja. Ik zit even na te denken, hoor. Waar je goed zou kunnen verstoppen. Oké, okay, ik zet ondertussen vast de tijd goed. Oh, ik vind het wel weer spannend. Ja, maar 30 seconden is echt kort. Ja. Dat is ook leuk. Ik wil een foto. Oké. Okay. Ja, maak maar een foto. Ja. Ik weet niet hoe lang ze erover doet, maar... De vraag van vandaag. Oké, ik weet... Zo. Ik sta heel mooi verstopt. Oké, ja, wacht. Ik zet haar denk ik ook even op negeren, want dan weet ik zeker dat ze niet naar mij toe komt. Want ze blijft nu wel een beetje om me heen hangen. Het spijt me heel erg, Zoe Stars schoofel, maar ik wil niet verliezen. Nee. Wacht, ik doe de ander ook heel even voor de... En dan zal ik ze zo meteen weer niet meer negeren. Zo. Oh ja, ik hou de punten trouwens ook bij. Oh, ze komt nou trouwens bij mij. Maar ik weet niet hoeveel punten ieder nu heeft. En, dus het komt gewoon in de video te staan. Zeg maar in beeld nu. Dus okay. Wij weten niet hoeveel het staat. We weten ook niet wie er heeft gewonnen. Maar kijkers nu wel. Ja. Oké. Okay, ja. Ready? Ja. Oké. Okay. Oh, wacht. Ik had hem op 59 minuten gezet. Oké, okay, 30 seconden. 3, 2... 1, start! Oké, okay. 30, 29, 28. Oh, wacht! Oeh, ik deed echt heel iets doms. Ah! Ik ging zelf wegrennen. Ik dacht dat ik moest zoeken al, maar dat is toch niet zo? Leef je nog? Nee. Nee. Oh, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Oké, en nou een minuut. Of wat was het ook alweer? 4 minuten. En start. Oké. Okay. Ik hoor niks. Oh, er staan 2 meisjes om me heen. Ik zie wel jouw paard. Kan ik niet aan de hand daarvan zien waar je bent of zo? Nee. Ja, het was zo stom dat jij wegrende. Dat vind ik vals. Ja, ik had het stiekem in mijn ooghoek al een beetje gezien. En toen dacht ik van, zal ik nep doen en doen alsof ik aan het zoeken ben? Of zal ik toch echt gaan vinden? Ja, dus je mag nog een keer. Dat vond ik echt niet leuk. Ik wil niet opnieuw. Ja, we gaan nog een keer. Ja, nou, het was zo'n mooie plek. Ja, hij was wel echt heel mooi. Maar ik had denk ik wel eens eerst in die stal gekeken. Ja? Oh, ik niet. Oh. Oké, 30 seconden. 3, 2, 1, ik ga niet ook echt. Ik keek ook echt sip toen je dat deed. Toen keek ik echt, daarom was ik stil. Ik was echt Oh, de trouwens, je tijd is ingegaan. Oh nee, ik wil opnieuw, ik sta hier nog. Ik was even mijn emoties aan het... Je was even aan het verwerken. Ja. Oh, oké, okay. Ja, 3, 2, 1, start. Ja? Oh, het was echt, ik zette die tijd en ik dacht dat ik al mocht zoeken, maar ik was nog een... Ja, een stapje verder.
Ik zit tegen een paard aan te kijken. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ik had niet eens opgelet. Ik zat gewoon heel leuk naar dat paard te kijken. Van, nou, interessant. Oké, 4 minuten zoektijd. Ga nu in. Oké, dan ga ik natuurlijk gelijk kijken in die stal. Want misschien zit je daar gewoon nog een keer. Natuurlijk, dat zou best wel grappig zijn. Ja, ik zou dat sowieso nog een keer kunnen doen. 30 seconden. Dat kan nooit ver zijn. Even denken, even logisch nadenken. Waar zou ik me verstoppen? Oké, ik denk dat ik het weet. Ja, ik durf echt gewoon weer bijna niks te zeggen. Ik val dan helemaal stil. Van ja. Spanning. Spannend. Je hebt niet zo'n hele opvallende outfit aan, dus daar kan ik je niet aan vinden. Oh ja, dat is trouwens... Dat is eigenlijk wel slim. Voor ja. Schoens of iets. Ja, je hebt serieus een camouflage outfit. Ja. Ja. Heb je die op Starstone? Ja, die heb je. Oh. Die zijn geweldig. Dat moeten we onthouden voor de volgende keer. Ja. Maar zijn die... moet je die betalen met Starcoins? Oh, dat zou best wel eens kunnen. Of met heel veel Jorvik shillingen. Ja. Nou heb ik niet zoveel moeite meer mee. Oh, 10.000. Nou, ik heb nu bijna 4.000 starcoins. Oh, dat zijn ook heel wat. Ja. Kan je ook heel wat paarden van kopen. Ja. Oh, ik zit nou trouwens gewoon weer te zoeken, maar gewoon niet op te letten. Net zoals daarnet eigenlijk. Oké, we begonnen in de stal. Ik ben trouwens heel benieuwd hoe jij aan het zoeken bent. En dat kan ik natuurlijk later terugzien. Ja. Oh, daar ben ik echt heel benieuwd naar. Ik ook. Dat is zo leuk aan deze video. Zo, ik klik mijn eigen scherm weg. Oké. Nog 2 minuten. De spanning wordt hoger en hoger. Zag ik daar nou wat of niet? Hè? Oh nee, het zijn bloemetjes. Ik dacht dat ik je zag. Had jij mij langs zien lopen? Nou, heel misschien vaag een keer, maar niet goed. 5, 4, 3, 2, 1. Nee! Oh nee! Oké, zal ik je vertellen waar je zit? Ik wil weten waar je zit inderdaad, ja. Nou, recht tegenover de stal. Oh. Tussen de bosjes en 2 stenen. Echt? Oh nee, daar zo? Bij die boom? Oh, ik zag je lopen. Echt? Wacht. Je moet volgens mij aan jouw rechterkant. Tenminste echt... Hier? Ja, ik zie je nou niet meer. Oh, ik denk dat ik hierheen moet. Net zag je mij hier lopen. Nee. Huh? Ik zit bij 2 stenen. En 1 bosje. 1 groot groen bosje. Ja, ik ook. Ja, ik zie jou lopen. Oh. Ja! Waar ben je? Je liep tegen me aan. Echt? Ja! Oh, daar! Ja. Hey. Oh, hier ben ik echt een paar keer langs gelopen. Nou. Hey. De bosjes. Je bent verstopt voor iedereen. Ja. Nou, die is dat ik. Hier ben ik echt een paar keer langs gerend. Oh. Ik denk wel 4 keer of zo misschien. Zo. Oh. Oh. Waar is sowieso het rondje hier? Nou, daar waren dit eigenlijk de... De 5 potjes van Verstoppertje dit keer. Ik weet niet wat het punt is. Wat het resultaat is. Dus gefeliciteerd, winnaar! Ik? Nee, ik weet niet wie. Dus ik applaudisseer voor de winnaar. Oh, oh. Dan zien jullie nu vanzelf in het scherm. Ja, dat was niet eigenlijk de video. Moet jij trouwens niet nog? Wat? Jij moet toch nog? Hoeveel hebben we het gedaan? Je moet toch nog verstoppen? Ik weet het niet meer. Dit was het 5e potje. We waren er nou niet echt helemaal uit wat we nou... Of hoeveel potjes we nou uiteindelijk hadden gedaan. Maar het waren er 5. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een hele leuke video vonden. Was het zo, doe dan eventjes een blauw duimpje omhoog. En vergeet ook zeker niet om een kijkje te nemen op het kanaal van Fenna. En we hebben ook superleuke startable video's op haar kanaal opgenomen. En er komen nog hele leuke video's. Dus kijk eventjes snel in het i'tje of in de beschrijving. En ja, abonneer ook gelijk eventjes op mijn kanaal. En ja. Zie je...